Welkom bij aflevering 2 in 2020 van Betaal TV. Vorig jaar hebben we het gehad over het buitenland en hoe goed we het in Nederland eigenlijk hebben. Dit jaar hebben we het over de belangrijkste ontwikkelingen in het betalingsverkeer aan de hand van de roadmap van de betaalvereniging. We gaan daarbij langs bij de leden en praten met experts. In deze aflevering gaat het over dubbele beveiliging in vaktermen Strong Customer Authentication. Gijs, die roadmap heb je wel eens toegelicht. Die staat op de website van de betaalvereniging. En daar staan alle belangrijke ontwikkelingen die spelen op betalingsverkeer en wat jullie daaraan doen. Vandaag gaan we het hebben over Strong Customer Authentication. Wat staat daarover in de roadmap? Om dat te begrijpen moeten we even terug naar PSD2. Zoals bekend de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten die vorig jaar van kracht is geworden in alle landen. Een van de doelstellingen van die richtlijn is om het betalingsverkeer veiliger te maken met behulp van dubbele beveiliging. Mm-hmm. Nieuwe veiligheidseisen die zijn op 14 september vorig jaar van kracht geworden. Alleen het was ook duidelijk dat dat niet zou lukken voor de online kaartbetalingen. Alle andere betalingen wel, maar niet voor de online kaartbetalingen met je creditcard bij een webshop. Nou, dat zou dan dramatische gevolgen hebben voor webshops en daarom is daar ruim een jaar extra tijd voor gegeven door de Europese Bankenautoriteit om eind dit jaar, eind 2020 dus, dat dan wel voor elkaar te hebben. Nou, dat hebben we dan als betaalvereniging een project opgepakt, samen met de creditcardmaatschappijen, met de processoren, met de banken, de kaartuitgevers, om met z'n allen dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Oké. Nou, even terug. Wat is dan precies sterke klantauthenticatie? Marnix Blom legt dat ons even uit. Dubbele beveiliging is dat je op twee manieren aantoont dat je de kaarthouder bent die een transactie gaat doen. Je identificeert je bijvoorbeeld door te laten weten iets wat je weet. Bijvoorbeeld een code, iets wat je bent, een vingerafdruk of een Face ID. Of iets wat je hebt, zoals een smartphone. Aha, dat is dus dubbele beveiliging. Dat doe ik dus al in heel veel verschillende diensten, maar het is nu ook gewoon in betalingsverkeer. Niet simpel een gebruikersnaam en wachtwoord, maar een combinatie van een beveiligingscode en een bevestiging op je mobieltje geven met je vingerafdruk. Dat kennen we toch al heel lang, Gijs? Ja, dat klopt. Kijk, in Nederland deden we dat al heel vaak. Als je een ideal betaling doet of als je een bevestiging van een betaalopdracht in je eigen mobiel bankieren doet, moet je met je bankapp en met je telefoon moet je dat bevestigen. Ja. Dus eigenlijk is dat voor ons in Nederland niks nieuws, maar in heel veel andere landen was dat eigenlijk al wel zo. Ik zei het al, Ideal. In Nederland zijn we vooral gewend online aankopen met Ideal. En ongeveer 60% van alles wat we in webwinkels kopen, betalen we met Ideal. Maar ja. In veel andere landen gebeurt dat juist met een creditcard. Nou, en dan kun je zeggen, ja, in Nederland is dat maar 10%. Maar dan heb je het nog steeds over 115 miljoen betalingen met een totale waarde van 8,5 miljard euro aan omzet voor de webwinkeliers. Nou, dat betekent dat het dus toch om echt een fors bedrag gaat, dat toch best wel ingrijpend is. En dat was eigenlijk genoeg om met z'n allen, samen met Mastercard, samen met Visa en de winkeliers en onze leden, af te spreken dat we dat toch centraal moesten begeleiden, dat proces. Goed, daar gaan we het al zo over hebben. Laten we eerst even kijken wat een van de belangrijkste spelers, Mastercard, over de achtergrond van dit project te zeggen heeft. Ik heb via Skype een gesprek gevoerd met Anne de Schepper. Allereerst kun je iets vertellen even over je rol die jij hebt binnen Mastercard. Ik werk in het productteam van Mastercard, de Europese hoofdzetel. Mm-hmm. En ik ben daar verantwoordelijk voor de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Wat betreft alle cyber solutions die we aanbieden, alle security solutions, dus alles wat met veiligheid te maken heeft. En ook identiteitscontrole, dus identity solutions. We gaan nu praten over die nieuwe 3D Secure standaard. Wat is de reden waarom Mastercard daarmee begonnen is? Het is niet alleen de standaard, het is het samengaan met de nieuwe wetgeving. Die vraagt dat er veel meer identiteitscontroles worden gedaan. Want vroeger werd 3DS, volgens onze statistieken, werd dat maar in 1 op de 8 transacties gebruikt. Aha. Dat zal nu veel meer moeten toenemen. Ja. Prijzen van de Europese wetgeving. Maar we moeten er dus inderdaad tegelijkertijd voor zorgen dat die gebruiksvriendelijkheid niet achteruit gaat. Want die is vandaag al niet geweldig. Ik zal het zo stellen. We zien ongeveer op Europees niveau dat 20-25% van de online betalingen ergens onderweg worden afgebroken. Dat is een heel hoog cijfer. We zien ook bijvoorbeeld dat de banken hun frauderegels veel strikter toepassen dan ze in een fysieke omgeving zouden doen, bij de face-to-face betalingen. Mm-hmm. De
prijs van dat alles is natuurlijk dat er ook heel veel goede transacties gaan afgewezen worden. Ja. En dat moet de bedoeling zijn. Dus daarom hebben we het nieuwe protocol aangewend worden. Er is een nieuwe wetgeving die zegt je moet veel meer identiteitscontroles gaan doen. En die moeten op een twee-factor manier gebeuren. Dus een veel sterkere klantauthenticatie zijn. Maar tegelijkertijd hebben we ook een veiligheidsroadmap ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de efficiëntie van de transacties niet achteruit gaat en dat er ook niet te veel frictie is voor de gebruiker om die authenticaties te volbrengen. Oké, en kun je daar eens iets over vertellen? Van wat ga ik merken als cliënt, als klant, als ik het gewoon gebruik online? Vroeger had ik een pop-up menu en dat zag er meestal niet echt best uit. En dan moest ik een wachtwoord invoeren en een sms-code. En hoe gaat dat eigenlijk de komende maanden veranderen? Ja, vooral gaan we ook een beetje pushen om de manier, de methode waarop die authenticaties gebeuren te gaan veranderen. We willen iedereen van harte aanraden en zelfs nog een beetje sterker om biometrie te gebruiken. Dat is heel handig, snel en efficiënt en veel veiliger kan bijna niet. Mm-hmm. Bij Mastercard hebben we ook nog een tool die we daaraan kunnen toevoegen om ook de behavioral biometrics te gaan gebruiken. Dus een pil gaan opbouwen om te zien hoe je telefoon beweegt, hoe je de dingen intikt, hoe snel, hoe traag, al die dingen. En daarmee bouw je een heel sterk veiligheidsprofiel op van de gebruiker. Het wordt heel moeilijk voor fraudeurs om zoiets te omzeilen natuurlijk. Maar wat er gaat veranderen met de nieuwe wetgeving is dat er veel meer authenticatie gaat gevraagd worden. Dus als je nu elke keer als je een Uber-taxi bestelt, ik zeg maar iets, of elke keer als je wat dan ook online wil betalen, elke keer je identiteit gaat moeten aantonen. Ja. Het kan dat best op de beste manier gebeuren, best op de snelste manier gebeuren en ook de handigste manier. Dus de banken moeten een evenwichtsoefening gaan doen tussen meer identiteitscontroles, zoals de Europese wetgever vraagt, maar tegelijkertijd de gebruikservaring mag niet in het gedrang komen. Wij noemen dat streven eigenlijk bij Mastercard one click. Dus de one tap ervaring die je bij contactloos betalen hebt, ja, snel, efficiënt en veilig, willen we ook verkrijgen in een online gegeven, dus in de digitale. En dan verwacht je ook dat in de komende jaren de fraude online echt zeer sterk afneemt? Ja, absoluut. We hebben al een grote daling waargenomen over het afgelopen jaar door de veiligheidsroadmap die we in werking hebben gesteld. Mm-hmm. Maar daar gaat nu de nieuwe wetgeving ook nog een handje bij helpen. Als er meer authenticatie gebeurt en die authenticatie gebeurt op de juiste manier, dan gaat het heel moeilijk worden voor fraudeurs om daar nog door te geraken. Ja, absoluut. Ja, ze zegt natuurlijk terecht dat het een constante afweging is tussen veiligheid en het gemak voor de klant. En dat heb je altijd in het betalingsverkeer. Je wil die klanten niet lastigvallen met allerlei overbodige tussenstappen. Nog eens een keer een pincode, nog eens een keer een wachtwoord. Maar je wilt ook aan de andere kant de fraudeurs zo weinig mogelijk kans maken. Dus dat is altijd een beetje balanceren tussen gemak voor de klant en veiligheid om fraude tegen te gaan. Ja, laten we even weer kijken naar die rol van de betaalvereniging. Want Anne die legt uit dat alle partijen in de keten in actie moeten komen. En dat die rol van de betaalvereniging essentieel is. Met wie hebben jullie allemaal samengewerkt? Want jullie zitten helemaal in een net van allemaal verschillende issuers en zeg maar webwinkels en PSP's. Hoe is dat tot stand gekomen? Klopt. Dus de wetgever had sowieso gevraagd om tegen einde vorig jaar een migratieplan klaar te hebben in elke markt. De betaalvereniging is daar onmiddellijk enthousiast op gesprongen. Daar zijn we heel dankbaar op om die oefening in Nederland te coördineren. Mm-hmm. We hebben heel hecht samengewerkt om zeker te zijn dat we alle elementen hebben meegenomen. Heel vaak bij elkaar gekomen, want er is heel veel te bespreken. Het is niet alleen de migratie naar het nieuwe protocol en al die vrijstellingen gaan toepassen, maar ook wie gaat wat doen op welk moment. Want als je het nieuwe protocol gebruikt langs de kant van de handelaars, maar je gebruikt het nog niet langs de kant van de banken, mm-hmm, die de kaarten uitgeven of andersom, ja, dan werkt het niet. Nee. Dus je moet ergens een afspraken gaan maken, echt gaan samenwerken om te zeggen op die datum doen we dit en op die datum doen we dat. Ja. Dus we hebben nu dat plan afgetekend in de Nederlandse markt. Waar we nu mee gaan starten. Dus tegen 1 april hopen we dat alle banken met de nieuwe versie van de standaard aan het werk zijn. Mm-hmm. En dan gaan we langzaamaan die volumes opdrijven. We gaan dat ook van heel dichtbij in het oog houden natuurlijk. Want we zien ook de eerste transacties in dat nieuwe formaat. Het duurt wel enkele maanden voordat het helemaal fijngesteld wordt.
Er gebeuren nog wel een aantal foutjes in het begin. Dat is leren, dat is normaal. Mm-hmm. Maar bovendien willen we tegelijkertijd er ook voor zorgen dat niet iedereen alles maar gaat willen identificeren. Dus we willen niet al de gebruiker niet al te veel gaan afstoten in die periode. Dat mag zeker niet gebeuren. Oké, dus in Nederland is er een plan gemaakt voor de hele markt waar iedereen bij elkaar zat onder aanvoering van de betaalvereniging. Hoe is dat in andere landen eigenlijk gebeurd? In andere landen is een beetje soortgelijk. De banken zijn samengekomen, maar er is vaak geen centrale organisatie om dat een beetje te coördineren. In België bijvoorbeeld was dat wel het geval, maar er is niet echt een projectmanagement van gemaakt. Dus de banken deden het er een beetje bij als hobby of opgelegde hobby. Ik zal het formuleren. Maar het was wel een super efficiënt samenwerken in Nederland. Dat was echt een voor mij toch een heel, heel goede ervaring die ik ook heb kunnen delen voor de andere landen van Europa. Dus het is wel een inspiratie kunnen zijn voor de andere landen. Dus ik wil toch vanwege mezelf en vanwege Mastercard zeggen, Nederland, douze point. Ha, wat ontzettend aardig. Die kunnen jullie in je zak steken, Gijs. Wat is ze blij dat jullie de regie hebben genomen. Ja, wat ik al zei, wat wij gedaan hebben, is dat we eigenlijk alle partijen uit de keten bij elkaar geroepen hebben, om tafel hebben gezet. En eigenlijk gewoon gezegd, hoe gaan we dit nou met z'n allen, die migratie in een goed programma, uitvoeren? Nou, dat doen we dus ook en we houden daar constant de vinger aan de pols. En wat we dus eigenlijk willen, is dat we binnen 1 jaar iedereen in die online kaartketen, waar ze met creditcards en debitcards aankopen in de webwinkels gedaan worden, dat iedereen klaar is op 1 januari 2021. Nou, en wat doe je dan? Nou, samen een planning opstellen, samen kijken wat betekent het nou precies voor de Nederlandse situatie, wat voor afspraken maken we dan om het die webwinkeliers zo simpel mogelijk te maken. En daar hebben we dus ook een hele mooie planning voor gemaakt. Nou ja, je ziet dus eigenlijk gewoon een weg die we met z'n allen af gaan wandelen tussen januari 2020 en januari 2021. En nou, als eerste zichtbare stap gaat vanaf april dat we de webwinkels al een beetje gaan laten wennen aan wat er eigenlijk straks uiteindelijk de bedoeling is. En dat betekent eigenlijk dat transacties die nu niet met die dubbele beveiliging worden aangeboden, in eerste instantie worden afgewezen, maar niet definitief. Er komt een tweede kans van de beste webwinkel. Hier moet je eigenlijk ook die tweede stap in de beveiliging doen. Ja. Dus vraag dat nog even. En als een webwinkel dat aan kan, dan kan hij dat al doen. En anders weet hij dat hij achterloopt en dat hij dat moet gaan aanpassen. Nou, en na de zomer, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar de wet die geeft een paar uitzonderingen om het iedereen wat makkelijker te maken. Dat moet ook allemaal geïmplementeerd worden. Dat is uitzonderingen voor bepaalde betalingen waar je nou weer niet die dubbele beveiliging voor nodig hebt, omdat er minder risico is. Zoals? Wat is dat dan voor een betaling? Nou, het makkelijkste voorbeeld is dat alle betalingen onder de 30 euro, die worden gezien als niet risicovol. En dan mag je dus gebruik maken van zo'n vrijstelling. Of een andere is een lijst van vertrouwde ontvangers, of trusted beneficiaries in het Engels. Dat ligt allemaal vast in de wet, welke uitzonderingen dan mogelijk zijn. Ja, dat heb ik besproken met Jan-Bas Pieters van ICS, een grote partij hier in Nederland. Hij legt uit en vertelt ook wat deze hele operatie voor ICS betekent. ICS had al het nodige gedaan aan dubbele beveiliging de afgelopen jaren, maar dat gebruikte maar een percentage van de webwinkels. En nu moet iedereen over op het nieuwe protocol dat voor de hele keten geldt en ook niet meer vrijblijvend is. Iedereen moet eraan geloven. ICS, voor wie is het hier eigenlijk allemaal kaarten? ICS die geeft onder andere kaarten uit voor de ABN. En ook voor een aantal andere Nederlandse banken, maar ook andere partijen zoals de Bijenkorf of de ANWB. Hoe is de omzetverdeling ongeveer bij jullie van toonbank versus online? Op dit moment is 50% van de omzet gebeurt online. Ja. En de andere 50% is toonbank of geldautomaat. Okay. Nou, dan praten we eigenlijk over fraude. De fraude hebben jullie op heel veel plekken hebben jullie gedicht. Hoe is dat de afgelopen jaren heeft dat zich ontwikkeld? Nou, je ziet dat de online fraude wel enorm is toegenomen. Meer dan 90% van onze fraude betreft online fraude. En dat komt eigenlijk omdat aan de toonbank alles veel veiliger geworden is, omdat... Ja, we hebben zeg maar met komst van de EMV-chip die op de kaart zit, ja, is het kopiëren van de magneetstrip is eigenlijk verdwenen. Fraudeurs gaan toch op zoek naar waar ze het snelst geld mee kunnen verdienen. En dat is in de online wereld. Dan als we even verder praten over online en de fraude daar. Wat is daar allemaal gebeurd om fraude te bestrijden op dat gebied?
Nou, met name is daar 3D Secure Protocol bijgekomen. Dat ECS ondersteunt het 3D Secure Protocol al meer dan 10 jaar. Mm-hmm. Dus dat houdt in dat je tijdens een online betaling jezelf extra moet authenticeren. Mm-hmm. Dat kan bij ECS op twee manieren. We hadden het 3D Secure wachtwoord. Mm-hmm. Met de komst van de PSD2-wet en regelgeving hebben we daar een code via sms bovenop gezet. Om te voldoen aan de two-factor authentication. Mm-hmm. En klanten kunnen zich ook in de app een goedkeuring geven voor een online betaling. En onlangs hebben we ook goedkeuren middels biometrie doorgevoerd. Ja. Oké, dus eigenlijk gewoon met creditkaart kun je volledig veilig betalen via biometrie, via verschillende methoden. Strong Factor Authentication is gewoon volledig geïmplementeerd. Dus alle creditkaartbetalingen zijn vanaf nu of aan online veilig? Nee, dat hebben we nog wel een afhankelijkheid hierin. Kijk, ECS is onderdeel van het vierpartijenstelsel van Visa en Mastercard. Mm-hmm. Visa en Mastercard zijn een spil in het midden. Yeah. Je hebt aan de ene kant de issuers, zoals ECS, die geven de creditcards uit. Aan de andere kant heb je de acquirers en die zijn verantwoordelijk voor het aansluiten van de winkels. Yeah. En jullie waren er dus klaar voor om het veilig te doen, maar... Dus aan de kant van de webwinkels, die dienen ook het 3D Secure Protocol aan te zetten. Ja. Zodat we ook tijdens de online betaling sterk kunnen authenticeren. Ja. En hoe vaak is dat, wordt dat op dit ogenblik gedaan? Nou, we zien nu dat van de totale online omzet wereldwijd 35% via 3D Secure verloopt. Okay. En als je 3D Secure hebt, dan is het ook de fraude is ook weer een factor 10 keer zo weinig. Ja, je ziet inderdaad dat de fraude naar beneden gaat op het moment dat we dubbele beveiliging of strong customer authentication hebben ingevoerd. Okay. Dus er zijn twee standaarden. 3D Secure, wat al heel lang bestaat, wat een derde van alle transacties wordt gebruikt. Aan de andere kant EMV 3D Secure, dat is een andere naam. Is dat dezelfde standaard of is het iets anders? Nee, het is een iets ander standaard. In principe de manier van authenticeren verandert daarbij niet. Maar het nieuwe protocol ondersteunt wel in-app aankopen, ondersteunt meer mobiele devices. En ja, wat belangrijk is voor de webwinkels ook, is dat het ook de uitzonderingen ondersteunt. Uitzonderingen? We zijn dol op uitzonderingen. Wat zijn de uitzonderingen? Nou, er zijn een aantal uitzonderingen. Betalingen onder de 30 euro. Daar hoef je bijvoorbeeld geen sterke authenticatie voor aan te vragen. Mm-hmm. Mits je zeker weet dat het de klant is die de transactie doet. Mm-hmm. En een andere uitzondering is dat je ook op het moment dat je zeker weet dat de klant de transactie doet en je fraudepercentage is dermate laag, dan mag je tot max 500 euro de authenticatie overslaan. Mm-hmm. Maar boven de 500 euro geldt altijd sterke authenticatie doorvoeren. Okay. En wie bepaalt dat soort getallen, die 30, die 500 en dat soort dingen? Ja, dat wordt eigenlijk bepaald door de Europese regelgever. Is het nou die nieuwe EV 3D Secure, is dat nou een updateje van het oude 3D Secure? Of is dat echt een compleet nieuw platform met een hele nieuwe standaard? Nee, het is echt een compleet nieuw protocol. Ja, met dus als voordeel dat het echt geschikt is ook voor authenticeren op mobiele devices. Ja. Dit project, hoeveel mensen raakt dat eigenlijk binnen ECS? Ja, in principe raakt het wel de hele organisatie. Mm-hmm. En je hebt een scrum team, wat bestaat uit zo'n 10 mensen, mm-hmm. die dit moeten gaan implementeren. Mm-hmm. Maar ook begrijpbaar moeten uitleggen aan bijvoorbeeld de mensen van de fraudeafdeling of de mensen van de serviceafdeling. Je ziet dat die andere partijen echt serieus bezig zijn en dat het niet gewoon weer in november weer uitstel gevraagd moet worden. Nee, want de EBA is ook heel duidelijk geweest. Ja, we één keer uitstel, maar december 2020 ja, is echt de deadline. Ja. Denk je dat ook, Gijs? Is die deadline echt de deadline of gaan we nu weer uitstellen? Nou ja, die deadline, dat is al een herziene deadline, want de deadline was eigenlijk dus 14 september 2019. En ik denk ook persoonlijk niet dat de Europese bankautoriteit dan nou nog een keer een uitstel van gaat geven. Wat ze misschien wel doen, gegeven de crisis waar we inmiddels in zitten, is dat hier en daar misschien bepaalde rapportageverplichtingen wat minder zwaar opgelegd zullen worden. Maar in zijn algemeen, het moet die druk op de ketel blijven, want je moet een keer klaar zijn. En je moet een keer op een gegeven moment met z'n allen weer op hetzelfde punt uitkomen, dat iedereen die vergrote beveiliging ook echt goed heeft ingevoerd. Ja. Het is natuurlijk wel zaak dat de webwinkels in actie komen. Nu maakt nog maar een derde gebruik van dubbele beveiliging bij transacties. Ik heb aan Anne gevraagd hoe dat activeren van ondernemers gaat. Dit jaar is een testjaar. En dus in Nederland bijvoorbeeld is er een afspraak gemaakt tussen alle banken om gedurende de laatste 4 maanden van het jaar
een beetje druk te gaan zetten op de handelaars in de digitale wereld. Om zo ervoor te zorgen dat er toch al zoveel mogelijk transacties gaan plaatsvinden die in lijn zijn met de nieuwe wetgeving. Ja. En om niet te wachten tot 1 januari, want dan is het misschien wat laat om nog dingen aan te passen. Aha. En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen, dat meer druk zetten op die handelaren, dat ze dat inderdaad echt meer vragen? Ja, zoals ik al zei, het is altijd de issuer, de bank die de kaarten uitgeeft, die een beetje de touwtjes in handen heeft. Mm-hmm. Dus we hebben nu samen afgesproken dat alle banken in Nederland vanaf een bepaald moment transacties die niet helemaal in orde zijn, gaan afwijzen. Maar niet gewoon afwijzen zoals ze vandaag zouden doen, maar afwijzen door ze te sturen naar een identiteitscontroleproces, naar die authenticatie. Ze moeten daar een bepaalde code voor doorgeven. Dus handelaars die niet in orde zijn en die niet de 3DS-weg gaan volgen, mm-hmm. die gaan gewoon een gewone transactie in autorisatie doorsturen. En de bank die de kaart heeft uitgegeven, gaat dan een antwoord geven van nee, probeer nog maar eens, maar ja. Ga eerst de authenticatie. Wat heet dat? Dat heet de soft... Declines. De soft declines. Oké, ja, een heel mooi woord. Soft declines is gewoon van, ja, zo kan het niet, maar met hogere autoritatie kan het niet. Klopt. Heb je aan de andere kant, kun je ook niet gewoon vanuit Mastercard zeggen, transacties zonder strong identification, die zijn gewoon 3 keer zo duur, dan gaat het snel genoeg. We proberen alles in parallel. Dat is dus ook een van de pistes die we gebruiken. Dus we gaan ook onze pricing gaan gebruiken, de tarievenlijst die we uitgeven, om een beetje het juiste gedrag te gaan sturen. Absoluut. Oké. Okay. Ja. En is dat dan ook zo? We hebben nog de oude 3D Secure. Hè, waarvan je zei, nou, dat was... We hebben 10 jaar geleden is dat gestart. En dan qua makkelijkheid is dat nog best wel een ding. En aan de andere kant hebben we die nieuwe standaard. Gaan daar ook die prijzen... Ga je dan ook dat prijsinstrument gebruiken om die oude standaard eruit te fietsen? Jazeker. Dus vanaf oktober dit jaar zullen we de partijen die enkel nog maar die 3DS1 protocols gebruiken, die zullen een hogere prijs betalen dan de anderen. Ja. Oh ja. Hoe lang blijft die oude standaard nog bestaan, denk je? Het is een beetje afwachten, want het is natuurlijk niet alleen in Europa dat dit zich afspeelt. Mm-hmm. Ook buiten Europa. Die landen hebben niet die nieuwe wet waarbij er meer authenticatie moet plaatsvinden. Die hebben dus een iets minder druk. Dus we gaan het oudere protocol nog iets langer moeten ondersteunen. Aha. Maar we toch dat zo snel mogelijk kan afgesloten worden. Dus als dat niet eind volgend jaar is, hopelijk het jaar daarop. Ja, hier zie je wel het verschil tussen zeg maar, Europa, waar in die PSD2, die betaalwetgeving, hoe dat geregeld is. En in de rest van de wereld is dat dus eigenlijk niet geregeld. Dus ja, wereldwijd zie je dan dat Mastercard en Visa ja, door eigenlijk bepaalde partijen te overtuigen of te verleiden met incentives om ook die dubbele beveiligingen te gaan invoeren, om dat toch ook veiliger te maken. En dus dat betekent zachte dwang, soms ook financiële incentives. Maar dat duurt dus allemaal langer dan hier. En dat betekent toch ook dat de fraudeurs ja, toch al die tijd meer kans hebben om fouten te plegen. En ja, ik ben blij dat dat hier op deze manier geregeld is. Ja. De deadline is de deadline en het gaat ook gewoon weer geregeld worden. En ook weer dankzij de betaalvereniging. Hoe dan ook, volgend jaar is die zogenaamde cardinal present fraude een stuk lager. En we hopen dat we hier wat wijs hebben gemaakt met deze aflevering over wat er allemaal voor nodig is aan de achterkant. En als afsluiter gaan we nog een keertje terug naar Ann. Wanneer ben je blij met dit hele project? Mijn eerste moment van blij zijn zal zijn wanneer de banken in mijn markten allemaal klaar zijn met de nieuwe standaard. En ik hoop dat binnen de volgende 1-2 maanden gaat in orde zijn. Ja. En dan gaan we testen en dan hoop ik dat we niet te veel problemen gaan ontdekken. Dat we zo snel mogelijk ook die volumes naar boven kunnen krijgen. En dan kan het echte werk beginnen. En dan kunnen we gaan spelen met die exemptions en exclusions. Om toch een zo optimale gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te krijgen. Dankjewel Ann voor dit gesprek. Graag gedaan.